Jan Spetgens uit Zomeren, kampioen van Nederland, Limburger onder de Limburgers. Maar Jan, wat ons het meest geïnteresseerd heeft tijdens dit kampioenschap waarin je voortreffelijk gereden hebt overigens. Je verwisselde zo vaak van fiets, wat was er steeds aan de hand? Nou, mijn ketting, er zat een vaste brak in, de sloeg steeds over. En, ik wil zeggen, met die klimmen sloeg iedere keer de ketting over. En zodoende geraakte ik iedere keer de kadans kwijt en daar moest ik 4 keer van fiets wisselen. Maar dat is erg riskant om 4 keer van fiets te verwisselen, als je steeds in de kopgroep meerijdt. Ja, dat wel, maar het was iedere keer maar een gaatje van 100 meter. En omdat ik goed reed, durfde ik dat wel te riskeren. Anders had ik het misschien niet gedaan, maar ja, ik denk, ik moet dat maar een keer riskeren. Je kende de KBR goed, neem ik aan. Ja, tenminste ben ik lang genoeg amateur voor. Hè? Het seizoen zoals het tot nog toe gelopen is, voelde je jezelf sterk genoeg om mee voor in te rijden? Had je resultaten genoeg geboekt om dat te kunnen denken? Nou, ik vind het wel, want ik heb de laatste 3 weken 4 overwinningen geboekt. En waaronder nog tweede in de ronde van Midden-Nederland. En kreeg het anders het hele seizoen al sterk. Dus voor mij was het de winnen misschien niet, maar toch wel een plaats in de eerste 5 had ik toch wel verwacht. De laatste ronde, Federer en Hertog, hadden jullie hier op de voorlaatste klim hadden jullie hem losgereden. Hij kwam terug bij. Was je voor hem erg bang? Nou, als je op de vlakken niet van ons wegreed, was het niet bang. Want in de klim waren we wel minstens zo sterk als in Hertog. Ja, hij heeft het diverse malen geprobeerd, hè? Nou, dat heeft hij inderdaad. Maar hier in de klim was hij toch de mindere inderdaad van Kellners of van Pustjes. Ja. Op de vlakken was hij sterker als ons. Ik kan me herinneren dat Kellners en Pustjes weg waren en dat Federer toen naar die twee toegereden is met jou aan het wiel. Ja, ik wil zeggen... Het is wel geen ploegenwedstrijd, maar ja, het zijn er 2 ploegmaten van mij. Ik heb niet direct overgenomen. Ik denk als we erbij komen, dan probeer ik zelf een keer te demereren. Maar dan wordt er meteen gereageerd. En zodoende kwamen 4 man in de spurt aan. Hè. En toen je eenmaal mee vooraan was, toen dacht je nou is het al gebakken? Nou, ik wist wel dat het dus de goede slag was. Maar ik wil zeggen, winnen, dat durf ik er nog niet aan te denken. Maar je kent natuurlijk Kellners en Pusjes goed. Ja, maar ik wil zeggen, wie nog het frisste is, die wint dus de spurt. En ik wist zelf ook niet, ik wist niet wat die anderen nog konden. Maar goed, het is dus allemaal erg meegevallen. Jan, we feliciteren je van harte en we hopen dat je naar het wereldkampioenschap gaat. Daar gaat het ook nogal op en af en je klimt makkelijk, hè? Ja, inderdaad, dat kan ik behoorlijk goed. Goed, we hopen ook daar dat je veel succes hebt. Ja, merci.